Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft er 77 nieuwe huwelijksambtenaren bij. Van de 81 personen die door verschillende religieuze organisaties zijn voorgedragen voor de opleiding tot huwelijksambtenaar, hebben 77 de eindstreep gehaald. Het is de 10e keer dat het ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling religieuze aangelegenheden, deze opleiding heeft georganiseerd. De geslaagde huwelijksambtenaren hebben op 7 september hun certificaat in ontvangst genomen. De huwelijksambtenaren zijn ingewijd in de theorie en de praktische materie van een huwelijksvoltrekking volgens het burgerlijk wetboek van Suriname. Cursusleider Van der Hoef gaf in haar toespraak aan dat de behoefte aan voorlichting en begeleiding voor het huwelijksrecht zeer groot is. Ze hoopt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken dit ter harte neemt en hierop verder inspeelt. De groep was gemengd en toch was er sprake van eenheid, saamhorigheid en respect. Kortom, er was eenheid in verscheidenheid, blikte ze terug. De directeur van het CBB, John Zahari, die minister Maik Noursalim van Biza vertegenwoordigde, gaf aan dat de huwelijksambtenaar niet alleen de plicht heeft huwelijken te voltrekken. Hij functioneert ook als counselor in de pre-huwelijksfase en blijft daarna ook als relatietherapeut betrokken bij het echtpaar. Verschillende cursisten beamen dat de voltrekking van een huwelijk niet eenvoudig is. Volgens hen heeft de doorsnee burger er geen idee van hoeveel werk eraan vooraf gaat.